Wij zijn in Antwerpen en ik heb mijn lieve vriend meegenomen, die ik echt haat als ik Vlaams praat, allez zeg. We zijn nu even hier aan het kijken, bij het mooiste station van, ik weet niet, Europa, Nederland, mooiste station van de wereld. Nederland, denk ik, ja. We zijn dus vandaag in het land van de friet, de chocola, de wafels en het bier. Dus ik denk dat wij ons hier wel gaan vermaken. Vandaag mijn ring aangedaan. En er is nog genoeg plek voor een nieuwe, zie je dat? Hier, diamant, diamant. Het lijkt een beetje op het Efteling kasteel, dit hotel. Maar wij gaan naar het vreselijk grote chocolademuseum. Yes! Ik wist niet dat ik zo vroeg en zo levend de hemel in zou komen, maar we hebben het gemaakt. Max, hoe vond je het chocolademuseum? Lekker, maar ook misselijkmakend. Lekker, maar misselijkmakend. Ja, je kon zeg maar in de laatste fase kon je met een lepel allerlei chocoladesoorten proeven. Dat was super lekker, maar wij moesten bij sommigen natuurlijk 2 of 3 keer halen. Dus daarom misselijkmakend. Maar het was wel echt een heel mooi museum. Heel modern. En ja, als je naar Antwerpen gaat, zou ik zeker willen aanraden, moet je gewoon een keertje gezien hebben. Zo, so, een must see. Oh, je kan een spelletje spelen daar. Kom, we gaan spelen. Hij doet het niet. Ik weet niet hoe het werkt. Oh, hij doet het wel. Help de robot naar. Oké. Okay. Start. We zijn nu al dood. We zijn nu al dood. Jij mag het doen. Ik weet waar je in springt. Help de robot naar het MAS. Wat is MAS? Oh, dat is het museum. Zo. Oh, hij springt best wel hoog. Ja, dankjewel. Yippie! Nou, eten. Oh, ik heb mijn favoriete café gevonden. Of is het soms jouw favoriete café? Zijn wij toch vanavond? Still hint, still hint. Ja, ren maar nu je nog kan. Meter. En wij staan nu daar. Yeah.
Gordo. Er is wel geen licht aan het einde van de tunnel. Max. Max naar Frietkot Max. Nou, jullie zien echt zo'n natte bever rond me heen hangen. Maar het regent echt heel hard. Tenminste, daarnet. Dus daarom is hij zo nat. En wij lopen nu naar een poolcafé. En dan ga ik Max verslaan met een potje poelen. Alleen hij denkt van niet, dus de nederlaag komt nog wel. De huidige stand. Jij staat voor. Maar niet voor lang. Kijk wat wij hebben gedaan. We hebben dus een pot die hier stond, bekleed met onze natte troep. Hij kijkt er niet vrolijker op helaas. Maar ja. Oké, we hebben 4 keer gespeeld. Ik heb 1 keer gewonnen. Deze meneer is blij. Ach ja. Andere keer meer geluk. We gaan nu spulletjes pakken. En dan lekker uit eten. Zo, wij zijn thuis van een 12 uur durige citytrip in Antwerpen. En we hebben ontzettend veel gezien, geproefd. En gelopen. En we zijn echt denk ik 10 keer nat geregend. En ik heb 3 keer verloren met poelen. Maar mijn geluk komt nog wel een keertje terug. Voor nu ga ik de vlog afsluiten. We zijn echt super moe. En ja, ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Laat even weten in de reacties of je nog meer van deze vlog zou willen zien. En ik zie je de volgende keer. Doei!